Hoi, en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Wolwinkel by Filon. Ik ben Saskia, ik ben de eigenaar van de Wolwinkel. En ik zit hier weer naast mijn moeder. Die is ook weer ijverig bezig aan haar mystery knit along van Steven West. De mystery is er al lang vanaf, maar we zijn er lekker mee bezig. En de knit along kun je wel zeggen, ja. Want het gaat heen en weer. Hè? Ja. Uithalen en maar daar gaan we het dadelijk over hebben, onze perikelen van de sjaal. Ik wil je wat dingetjes laten zien. We zitten nu voor een winkel, af en toe kun je de weg horen, er rijden wat auto's voorbij. Ja, niks aan te doen, dus een beetje gehoorig hier in de winkel. En je kunt het al misschien een beetje zien. Ik zal ook wat beelden invoegen. Misschien heb je ook al beelden in het intro gezien. De etalage is ingericht in kerstsferen. Zelf hou ik niet zo heel erg van kerst thuis. Thuis hoef ik geen versiering. Heeft een bepaalde reden. Maakt niet uit. Gaat het nu niet over. Maar hier vind ik het wel leuk om wat creativiteit te laten zien. En ik heb engeltjes in de etalage gehangen. Engeltjes die ik heb gemaakt van kleedjes. Ik heb er hier ook eentje gemaakt. Daar heb ik ook een filmpje van gemaakt. Daar heb ik een Instagram reel en een YouTube short van gemaakt. Dus misschien heb je hem al voorbij zien komen. Een engeltje gemaakt van een doily, een kleedje. En die heb ik allemaal zo in de etalage gehangen. Dit is dan een geel kleedje. Deze is denk ik ook ooit gehaakt door mijn oma. En bijna alle kleedjes die in de etalage hangen zijn... waarschijnlijk gemaakt door mijn oud-tante. Die haakte als een malle kleedjes. Zo heb ik ze nu gebruikt. Gezellig engeltjes hangen in de etalage. Verder heb ik weer... in het vorige filmpje vertelde ik al over mijn wips. En toen bedacht ik me ineens dat ik in de winkel ook een bak had staan met een wip, een deken. Dit is van de Narcissuskal. Ik denk van 2 jaar geleden, misschien wel van 3 jaar geleden. Ik zal ook wel een plaatje invoegen. Het wordt een hexagon deken met allemaal van deze hele mooie patronen. In mijn hoofd dacht ik van, oh, dat zijn 70 narcissen. En waarschijnlijk dat daarom die deken zo gewoon bleef liggen. Ja, veel te veel werk. Maar het zijn er maar iets van 40, geloof ik. Van die narcissjes heb ik gehaakt in 3 verschillende kleuren. En daar wordt zo'n stervorm omheen gehaakt en daar wordt een deken van gemaakt. Het origineel is in groen en geel, geloof ik. Maar ik heb gekozen voor blauw en groen tinten in sokkenwol. Leek me leuk. En ik denk, omdat het meer iets van 40 van deze vormen worden, dat het een soort schootdekentje wordt. Maar daar zie ik wel als het af is. Ik ben lekker thuis eraan aan het haken. En dit is een voorbeeldje die ik ooit had gemaakt. Omdat ik gewoon wilde weten hoe het eruit kwam te zien. En toen kwam ik ook achter dat het... deze combinatie de verkeerde kleuren was. Dus, maar maakt niet uit. Leuk om als voorbeeld te hebben. Ik vind het leuk trouwens om patronen die eigenlijk gemaakt zijn voor een wat dikke garen of een wat dunner garen, om daar weer een ander garen voor te gebruiken. Want hier, deze werden gehaakt van een acryl voor naalden 4 mm. En dit haak ik dus op sokkenwol met haaknaald 3 mm. Een beetje uit verhouding is die dan, maar het wordt wel een hele leuke deken en lekker warm. En ik heb hier voor mij de... Kijk of ik ze allemaal kan vastpakken. De hele mooie alpaca wol liggen van Golden Fleece Yarns. Super zacht. Die heb je denk ik ook al voorbij zien komen. De truien in het filmpje wat ik heb gemaakt. Van deze kleur is echt een hele mooie trui gebreid. En van deze is een heel mooie spencer gebreid. Die heb ik nog steeds in de winkel hangen. Maar ik ben nu bezig met... moet ik even hier op een tasje pakken. Mijn projecttasje van Marjolein, van Makelijn. Ik ben bezig met, dit is de ribbelsteek. Een breinaald 3,75 mm. Ik heb daar een bolletje opal sokkenwol, waar ik de sokken van heb gebreid. Die zijn bijna af.
En daar heb ik een bolletje zwart alpaca garen en een bolletje donkergrijs alpaca garen bij gedaan. En ik vind het zo'n leuk effect worden. Dit wordt een muts in geheel ribbelsteek. Voor mijn man. Hij wilde eigenlijk alleen maar van deze een muts. Maar ik ga geen muts breien op 3 mm nu. Daar heb ik geen zin in. Want hij wil hem nog deze winter op. Dus hij wordt wat dikker. Maar ik vind het zo'n leuk effect geven. Die alpaca is super zacht. En het zijn wel donkere kleuren. Maar dan komt die felle kleur van die Opal Cats & Dogs. Die oranje. Komt er zo mooi uit. En ja, die zwart is bijna op. Maar als die op is, ga ik verder met de lichtere grijs. Die ga ik er dan bij doen. En dan had ik zelf ook al gekeken. Even deze opzij leggen. Dat ja, deze ben ik dus aan het combineren met deze kleuren. Ontzettend mooi. Maar dat kan dus ook, als je het niet zo van donker houdt, met deze twee. En hoe gaaf is het om die blauwe te combineren met de licht beige en de crème. Zo ontzettend leuk. En dan hebben we ook nog twee mooie bruine kleuren. Hoe mooi is dat? Hoe mooi zou dat zijn om de groene daarbij te doen? Ook heel erg leuk denk ik voor je restjes op te maken. Dat je gewoon twee kleuren van dat dunnere garen, alpaca garen, wat lekker zacht is. En dat je dan al je restjes sokkenwol ermee opbreidt. Je krijgt gewoon zo'n leuk effect van die muts. Zeker in de ribbelsteek. Ja, heerlijk. Ik zal hem ook laten zien als hij af is natuurlijk. Maar voorlopig brei ik er nog even aan verder. Ben je... Moet je je kabelnaald hebben? Ja. Ik ga heel even wat opzij leggen. Want dan ga ik je ook mijn sjaal van Steven West laten zien hoe ver ik ben. De sjaal van Steven West. Ik had er eventjes geen sjoegen meer in. Ik had zoiets van, oh, het duurt zo lang en ik wil andere projecten. Dus ik heb hem even opzij gelegd. Maar ik ben toch weer begonnen. Dat was vorige week zaterdag heb ik hem weer opgepakt. En dan ben ik weer thuis aan het werken. En ik heb bijna deze strook klaar. Ik moet nog zo'n stukje, iets van 20 toeren. En dan kan ik deze afhechten. En dan ga ik met het stuk beginnen wat hier tussen moet. En dan is één kant van de sjaal af. Dat leek mij leuker, omdat ik nu toch zelf kan kiezen waar ik mee aan de slag ga. Leek me leuker dan twee keer hetzelfde te doen. Want wat aan deze kant zit, moet ook nog eens aan de andere kant komen. Dus die kabelkant die aan deze kant, de kabelstuk wat aan deze kant moet komen, die ga ik doen zodra dit stuk klaar is. Ik zal ook een plaatje invoegen van hoe de sjaal eruit komt te zien. Dan weet je waar ik het over heb. Ik heb er gewoon weer lol in om eraan te breien. Het is leuk. Ik moet wel opletten. Want met die, ja, bij mij is het met de stalen naalden die ik gebruik en de katoen, glijdt het nogal. En zeker omdat dit gewoon van die hele kleine steekjes zijn. Of een heel kort stukje is. Glijdt het af en toe van mijn naald af. Dus ik moet echt mijn hoofd erbij houden. Maar het breidt lekker. En, het wordt vast leuk. Ja, dat bedoel ik. Steekjes verliezen. Voorzichtig. Ja, naalden 3,5 hè. Ja. Met sokkenwol. Ja. Want hoe is het met jou? Want ik kan me herinneren dat jij het kabelstuk in de andere kleur had. Ja. Want waar kwam jij achter toen jij... Ik kwam erachter dat ik dan van deze kleur niks meer over had. En dat was nog maar mijn eerste kant. Dus toen ben ik eens even na gaan denken. Want ik had van de lila had ik nog 3 knotten liggen. Dus dacht, dan gaan we het maar eens gewoon andersom doen. Ik heb gewoon de contrastkleur en de bijkleur en weet ik wat dan, de hoofdkleur. De hoofdkleur, dat is dit wel, maar dat heb ik allemaal door. Ja, je hebt de hoofdkleur, je hebt een contrastkleur en je hebt de accentkleur. Accentkleur, en je hebt de contrastkleur en accentkleur door elkaar gehusseld, ja. Dus wat hier Bordeaux rood is, had dus eigenlijk lila moeten worden. Zijn. Ja. En dus wat hier lila is, had dus Bordeaux rood moeten worden. Ja, oké.
Maar goed, dit staat al mooi. Dit wordt wel heel gevaarlijk dan. Dan ga ik die ene flap die jij... Die ene baan, ja. Die heb jij gedaan ook. En dus dan gaat dan hier zo... Komt het hier wel gevaarlijk aan. Maar bij deze, dat dan straks aan elkaar moet gaan breien, dan... Ja, en dan worden weer strepen. Dit is, ja, even, dit is even schrik, die kleuren bij elkaar. Maar ja, anders had je het andersom gehad. Anders had je het andersom gehad. Ja, daarom, ja, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Nee. Maar ja. Nee, dit had toch goed geweest. Want dit is jouw accentkleur. Ja. Die had dan hierin gezeten. Oh ja, daar dus zo. Dan, ja, ja, ja. Klopt die toch wel? Ja, daarom. Dit, dus je dit hebt weer heel wat achteruit gehaald. Ja. Ja, want ik was al heel ver hiermee. Kun je zien aan dit. Zo ver uitgehaald. Maar... Oké, maar ik heb ook even een uitstapje gemaakt ondertussen. En ik heb wel een techniek die ik hier dus geleerd heb van die I-cord, heb ik bij het pand van het vest gebruikt. Kijk, en dan krijg je hier aan de binnenkant. Deze binnenkant een heel mooi afgewerkt randje. Ja. Dan hoef jij straks geen boord te maken. Geen ribbeltjes langs te breien. Zal ik een foto van in doen. Want welk project ben je aan begonnen? Ik ben eventjes grote stappen snel thuis aan het doen geweest. Ik ben de... Angela Vest aan het breien. Hm. En twee voorpanden zijn al af. Ik heb een mouw af. Oh, kijk, je gaat heel snel. En het achterpand is al af. Ja, het is gewoon recht toe, recht aan. Na de acht, ja. Ja, de Angela Vest, daar heb ik weer heel veel garen voor binnen. Ja. En dit is zo leuk om te breien, leuke ook voor beginners. En ja. Inderdaad, een hele leuke combinatie. Nee, ik heb hiervoor gekozen. Twee crème en een taupe bij elkaar. Ja. En het staat hartstikke mooi. Je krijgt een mooi gemêleerd Ja, want ik had een blouse waar ik nog geen vest bij had. Oh ja. Dan gaan we niet shoppen, maar dan maken we er zelf een... Ja, dan maken we zelf een vest bij. Ja, natuurlijk. En het is lekker warm, hè? Want hier, hoeveel procent wol zit hierin? 20% wol. 20%, dan moet je eens kijken. Ja. Ja, dat er veel acryl in zit, dat maakt dat het lekker licht en luchtig is. Ja, en daarom, het is ook een lekker stevige draad. En, en de wol zorgt voor de warmte. Nou, dat is toch gewoon dus heerlijk. Het is warm genoeg. Ja. Ja, dit is zo leuk omdat Maartje en mijn zusje dus ook aan het breien is met zo'n vest. En die maakt hem in het effen groen. Ja. Die hebben we volgens mij vorig jaar voor haar verjaardag gegeven. Nee, met Sinterklaas. Oh, met Sinterklaas zelfs. Een jaar geleden. Ja. Dus, maar die is ze nou aan het breien. En ik heb hem zelf in het geel met zwart gemaakt. Ja. En ik ben zoveel leuke kleurcombinaties aan het maken. En gewoon aan het verzinnen allemaal. Hè? Ja, dus ook van het Angela Vest heb ik een klein filmpje gemaakt. Een YouTube short, een Instagram reel. Ja. En zie je ook wel voorbij komen. Ja, dat is echt leuk. Het is... een ontzettend leuk vest. Een leuk patroon om te volgen voor beginners. En ook omdat je met naalden 8 breidt. Ja. Het complete lijf. Ja, en het is toch helemaal niks. Het is niet open. Met grote gaten of zo. Nee. Dus, het zal vast lekker warm zijn, denk ik. Dit is de onderkant dan. Zo. Ja, is heerlijk warm. Ja. Nee, leuk project voor beginners. Ja, ik heb er ook nog, totdat het op is, een gratis sluitingje bij. Want het is dus een vest zolang zonder knopen. Ja, zolang de voorraad strekt. Het is een haak en oog. Een plaatje zie je nu voor je. Ja. Dus die heb ik er dan gratis bij. Leuk project nog om mee te werken. Voor de kerstvakantie misschien. Ja. Die zal het zeggen. Maar dit moet met kerstmis af zijn. Hè? Voor jou met kerstmis af. Ja. Oh, dat gaat wel lukken. Je hebt nog even. Wel. Ja, dus, daarom. Ja, dit was het even wat ik wilde vertellen. Ik heb weinig nieuwe dingen binnen. Maar ja, het einde van het jaar ga ik weinig bestellen. Want dan moet ik veel meer tellen. En daar heb ik geen zin in. En ik ben weer lekker... aan het haken en breien en mijn projecten aan het afmaken. En we zijn weer lekker bezig met onze projecten en onze wips aan het afmaken. Ja. En we haken en breien lekker verder. En dank je voor het kijken. Gewoon maar doorgaan. Tot de volgende keer. Ja. Ik weet niet of het lukt of dat je de volgende keer bij kan zijn. Want het is einde van het jaar geloof ik. We zien wel. En anders dan doe ik wel een foto in. Eens kijken hoe ver we dan komen. Ja, hoe ver we dan zijn. Of hem... Dit jaar afkrijgen, denk ik, gaat hem niet worden. Maar, nee, dat is mijn streven ook niet. Want dit is toch wel heel bewerkelijk, die kabeltoestanden. Maar komt helemaal goed. Wel mooi. Ja. Dus. Ik zie je in ieder geval bij het volgende filmpje of in de winkel. En ik dank je wel voor het kijken.